Maar de ploeg leidt continu balverlies en hier is de eerste grote kans. En wat voor een voor Nielsen. Nielsen is Tekenenburg kwijt. Nielsen, 1-0 Vitesse. Eerste doelpunt voor... Slechtste kaart, Stefanovic. Nielsen buitenspel, Verhaag niet. Nielsen moet achter de bal blijven. Doet hij dat? Ja, zegt de grensrechter. En het is 3-1. Wat een aanval van Vitesse. Goeie... Krankweest, slordig. Nielsen weg, Nielsen vrije doortocht. Nielsen moet scoren en Nielsen scoort ook. Jawel, en het is verdiend. Vier wedstrijden. Maar hij blijft vechten. Klaremier met een goede voorzet. En Lasse Nielsen met de 1-0 voor Vitesse. Het is Tolk, is hem even kwijt. Hey, een kans voor Vitesse meteen. Kolk laat het voor Nielsen en meteen zit hij erin. Meteen staat Vitesse op 1-0. Sprokkel komt er niet aan. Claudemir wel. En een vrije kopkans voor Lasse Nielsen. En een hele snelle openingsgoal van Vitesse. Nielsen voor, Molhoek voor, Kolk. Jonge Pin kiest voor actie. Nielsen. En de goal, en die is verdiend voor Vitesse. Prima doelpunt. Molhoek. Jonge Pin. Molhoek. Moeilijk hoek. Maar wel een haak. Dan komen we van Nielsen. De rechtsback van Vitesse. Lasse Nielsen. Voor hem in de verkeerde hoek. Het is zijn vijfde treffer en de voorsprong voor Vitesse. Fluitconcert van het thuispubliek. Het fluitje van Luinge. En de strafschop schiet hij haarfijn binnen. Nielsen met de 1-0 voor Vitesse. Nielsen, overstapje is goed. Combinatie met Kolk. Nielsen. Zo. Daar is in één keer de voorsprong voor Vitesse. Lasse Nielsen tegenover Robert Swinkels. Nielsen heel beheerst. Schiet hij de strafschop binnen. En Vitesse op 2-1. Opnieuw wordt genomen. Ten derde malen dus. Nielsen, Swinkels. Is het opnieuw raak? Ja, weer dezelfde hoek. Nu is het dus echt 3-1 voor...